Het grote voordeel van de muziek is dat je het kan interpreteren, maar dat je het ook anders kan interpreteren. Dat je ervan kan houden, je kan het ook lelijk vinden. Maar ik geloof dat, dat de betekenis of de kwaliteit van de muziek door de betekenisloosheid waarschijnlijk de diepste vorm van ontroering kan uh, betekenen. En dat, dat dat mede komt door het feit dat we het niet begrijpen. Zoals we nu het boek zouden lezen, moet je aannemen dat zeker mensen die geen religieuze opvoeding hebben gehad, dat we zo doorgeboeid zijn, omdat alles erin voorkomt. En dus in ieder geval ook dat we allemaal begrijpen dat, zelfs als je niet aan hemel en hel gelooft, zoals ik, dat we wel allemaal uh, tijdens ons leven ervaringen hebben die lijken op wel alsof je in de hel zit. en Maar ook alsof je in de hemel zit. En het vage vuur is het bijna natuurlijk elke dag. Componist Louis Andriessen. Eerst over het feit dat we muziek allemaal op onze eigen wijze ondergaan en interpreteren. Maar daarna hoorden we hem over het feit dat we allemaal wel een bepaald beeld hebben bij de begrippen hemel en hel. Al een kwart eeuw bestudeert Andriessen het 700 jaar oude boek van Dante, La Divina Commedia, de goddelijke comedie. Waarbij het woord goddelijk trouwens pas na Dante's dood aan de titel is toegevoegd. Een onderdeel uit het boek heeft Andriessen verwerkt in zijn stuk over de hel, Racconto dal Inferno. Dante, die met zijn uh, gids Virgilius ergens in de hel een brug over moet, en dan komt er ineens een, een, een topduivel, een, een mala coda, kwaadstaart, die zegt: Ho, ho, dan kan je niet verder, want die, verderop is die andere brug is, uh, in elkaar gestort. Je moet eigenlijk die kant op. En dan gaan we beginnen zo'n beetje die kant. Maar die, aan die kant op is nog veel erger. Want er zitten er lopen allemaal hangen duivels met pikhaken. Die uh, 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 de doden, doden zijn springleven natuurlijk in de hel. Mensen die in de modder staan met pikhaken. Onder de modder duwen, want dat zijn dan, dan zondags en stelderikken geweest. Dat vinden ze allemaal ook heel griezelig. En dan zegt Malekode, Oh, jullie durven zeker niet. Nou, dan stuur ik, geef ik jullie een escorte van tien duivels mee. Ja. En dat is eigenlijk de ziel van het stuk: de, het roepen van de namen van de tien duivels. En die worden aangeroepen, die komen dan aanlopen en dan gaan ze een beetje op stap. En dan komt een hele rare, rare mars met gaten. Begint het dan mee? En dan komt er nog een ja, klein ja. commentaartje en zo. En dat is dan allemaal, uh, dat, dat vormt zich dan samen dit kleine onderdeeltje van uh, ergens in kantoor 8 of 9 in de, in de hel van uh, de divine, divine comedia. Chirico. In het openingsconcert van het Holland Festival staat niet alleen Raconto d'Al Inferno op het programma, maar ook een stuk van Andries uit de jaren 80, de tijd. Ik vroeg Louis Andries of dat nieuwe stuk echt anders is dan het stuk van 20 jaar geleden. Andries is een modern componist. Hij draait al zo'n 40 jaar mee in het circuit, maar heeft hij zich ook verder ontwikkeld. Zoekt hij nog steeds naar nieuwe wegen? Om zich muzikaal uit te drukken. Ja, maar dat, dat is achteraf natuurlijk zeker zo. Maar het is ook iets wat je, uh, je een beetje voorneemt als je werkt. Dat je heel veel dingen doet om ze te onderzoeken. Omdat je er geen grip op hebt. Het kan een hmm. soort stijl zijn, het kan een soort muzikaal wereld zijn, een historische situatie. In, in dit geval wordt heel belangrijk uh, hoe ga je met tekst om. En dat ik dan het gevoel heb dat als je dat een beetje onderzocht hebt. en er iets over gezegd hebt wat je bevalt. Dat het heel vaak kan zijn dat dat onderzoek bij wijze van spreken afgelopen is, en dat je doorgaat naar een volgende situatie waarbij je weer zelf in een onderzoekssituatie zit. Dat is iets wat ik graag doe, zodat ik hoop dat elk stuk weer totaal anders is dan het stuk wat ik daarvoor gemaakt heb. Nou is het wel zo dat dat is eigenlijk het probleem van elke eigentijdse componist die schrijft in een taal die die ontwikkelt, steeds verder ontwikkelt. En de mensen in die tijd zelf, heel veel, het grote publiek, snapt dat toch niet? Hoe moeilijk is dat om muziek te maken die uit het hart komt, zoals u dat doet, en het wordt niet begrepen? Ik geloof dat uh, ik de, het aantal mensen, uh, voor zover ik dat kan beoordelen, die uh, werkelijk veel van mijn muziek houden, of bepaalde stukken bijvoorbeeld, is veel en veel en veel groter dan ik ooit als jongetje heb durven dromen. Dat is één. Dat vind ik al meer dan genoeg. Het grote publiek, daar heb ik helemaal geen, geen beeld van. Nee. Als tussenpersonen heb ik ook in eerste instantie te maken met mijn vrienden, de muzikanten. En als ik van een muzikant kom, ik het fantastisch om te spelen, dan, dan ben ik eigenlijk al behoorlijk tevreden over dat stuk. Dat is dus ook heel erg belangrijk. En verder heb ik een andere uh, heer te dienen. Dat is eigenlijk het belangrijkste, behalve dan de, de God en, en wat voor heer je nog kan bedenken. Maar de grootste heer die je moet bedienen is de muziek zelf. Ik heb een taak, zoals de Ravinsky zegt, die moet ik even citeren, ik heb een taak de muziek uit te vinden. Dat is een verplichting. En ik heb, dus ook de, ik heb het gevoel dat mijn talent me verplicht om muziek uit te vinden. En daarmee ben ik helemaal niet bezig met de hoeveelheid mensen die dat dan mooi vinden. Als het er veel zijn, is het meegenomen. Maar als er een paar zijn die heel erg belangrijk vinden, die ontzettend goed kunnen luisteren, dan is dat heel erg belangrijk.